zijn vandaag op het Frankwatching event Social Today. En het ging vandaag voornamelijk over content, commerce en customers. We hadden verschillende cases met ruim 20 sprekers. Bijvoorbeeld IKEA, het AD, NS, HEMA en nog veel meer wat aan bod kwam. Het social aspect van mijn verhaal is vooral dat we vanuit Aandacht met Alles Mooi het verhaal van de designer vertellen. En we kunnen op social zoveel meer verdieping daarin geven dan dat je bijvoorbeeld in een commercial van een paar seconden kwijt kan. Dus social is echt een aanvulling op de positionering. De kern is dat je een kernboodschap moet hebben en dat je die consistent moet doorvoeren in al je communicatie en heel je content. Onze klanten zetten heel veel sociale kanalen in, dus wij helpen ze om daar een content DNA neer te zetten. We hebben een hele social ecosystem ontwikkeld. Dat is verdeeld in drie pijlers. Experience, informatie en productpromotie. En vooral de pijler experience is heel erg belangrijk, omdat dat beleving van mensen laat zien. Waar wij ons vooral op willen concentreren is de customer journey. Met name de laatste fase van de customer journey. Onze sessie ging over how to delight your customer. Hoe zorg je dat klanten tevreden blijven bijvoorbeeld. En ook hoe dat dus doorwerkt in je marketing. Uiteindelijk wat wij willen overbrengen met het verhaal is dat de millennial doelgroep eigenlijk verdwijnt op andere media. En dat je met influencers wel die doelgroep nog steeds kan inzetten en nog steeds kan bereiken. Maak niet een plan van oké, dit wil ik, zo zet ik het online en die zet ik in. Maar laat mensen ook meedenken. Vooral als iemand bijvoorbeeld een groot bereik heeft, diegene kent zijn doelgroep het beste. Dus dan vraagt diegene ook van joh, wat denk jij dat handig is, wat zou jij doen? Je hebt verschillende manieren om influencers in te zetten. Wij hebben nu eigenlijk drie verschillende kanalen ingelicht en dat is YouTube, Instagram en Snapchat. Wij hebben voor onze schoolcampagne vorig jaar eigenlijk bijna ons hele mediabudget ingezet op directe communicatie met tieners. En dat hebben we gedaan door YouTubers eigenlijk in te schakelen en voor ons het verhaal van de HEMA schoolcampagne te vertellen. Wat ik heel leuk vond, maar ook uiteindelijk een hele goede keuze is geweest, dat wij hen heel erg juist ons hebben laten adviseren wat we moesten doen met die campagne. Dus ik heb hen eigenlijk verteld, wij zijn HEMA en dit willen we graag bereiken met de campagne. Wat willen jullie daarover vertellen naar jullie fans? Ja, ik heb verteld hoe je Instagram als organisatie inzet en in mijn geval BurgerZo. Wat ik vandaag wilde meegeven in mijn verhaal is dat je dat inderdaad vanuit je why en strategie gaat kijken van oké, is dit kanaal, heeft het inderdaad van ons meerwaarde, zit onze doelgroep daar en op welke manier doen we dat? Nou, wat ik vandaag vooral heb geprobeerd is om het publiek te inspireren met eigenlijk de magie die virtual reality en augmented reality door de wereld kan brengen. En vooral ook wat de potentie daarvan gaat zijn. Dat vandaag nog maar in de beginschoenen staan, maar dat dit uiteindelijk echt een technologie is die de wereld kan overnemen en eigenlijk echt de communicatie tussen mensen totaal gaat veranderen. Privacy en socials denk ik altijd een spanningsveld. Ik denk niet dat dat een reden moet zijn voor een legal afdeling van een organisatie om het meteen af te schieten. Ik zie hele goede voorbeelden als je bijvoorbeeld kijkt naar Coolblue, hoe die het medium inzet. Als je kijkt hoe FNV Horeca bijvoorbeeld gebruik maakt van custom audiences. Dat er manieren zijn waarop je toch kan voldoen aan het informeren van mensen. Als mensen er geen zin in hebben, dat ze er geen gebruik van hoeven te maken, maar dat je toch een hele mooie social media campagne kan inrichten. Ik heb hier natuurlijk een mooie case kunnen presenteren en een mooi verhaal kunnen vertellen. Maar het is niet alsof we nu één op één kunnen kopiëren voor volgend jaar. Dus ik heb ook wel geleerd, ik moet hier altijd heel scherp op blijven. Ook goed in gesprek blijven met bijvoorbeeld managementbureaus van dat soort influencers, mediabureaus enzovoort. Hoe kunnen we daar continu top of our game blijven? Wat gewoon leuk is, is dat alle mensen die hier in de zaal zitten en ook diegenen die op het podium staan zoals ik, dat iedereen is ermee bezig. En dat blijft het leuke van zo'n event, dat ik propageer niet dat onze manier de manier is. En iedereen die doet het weer op zijn eigen manier. En dat is leuk van zo'n event, dat iedereen die leert van elkaar. Ja, ik vind het een hele fantastische dag. En het is heel goed om te laten zien wat er allemaal voor mogelijkheden zijn. En zo'n gevarieerde groep aan sprekers en aan mensen bij elkaar, dat is heel erg belangrijk om het vak verder te brengen. Nou, ik denk dat uiteindelijk iedereen die in het vakgebied van hoe inspireer je mensen zit, dat die bezig moet zijn met het social aspect daarvan. En het social aspect gaat alleen maar hoger worden. De social media platformen nemen toe, het gebruik ervan neemt nog altijd toe. En de hele nieuwe generatie die aankomt, is er gewoon niks anders dan social. Ik denk dat het een zeer relevant thema voor de komende jaren blijft. Ja, we zijn heel tevreden vandaag. We krijgen hele positieve reacties, dus daar zijn we blij mee. Motiveert ons ook weer om nog meer events te organiseren. En er komen er nog veel meer aan de komende tijd.